2015, toen had ik twee goede jonge duiven, de Primus en de Speedy. Dat waren dan dat jaar altijd eerste en tweede getekende en daarmee werd ik dan nationaal kampioen, jonge duiven, met die twee altijd. Die twee duiven die werden ook in 2015 dan vierde, de Speedy, en de Primus 12e nationaal asduif bij de jonge duiven. De Speedy heb ik dan direct op de kweek gezet en met de Primus heb ik dan verder gespeeld. Die werd ook maar beter en beter en die won in 2018 vijf eerste prijzen en nog een tweede en een derde, of een derde prijs. Doordat er hier te weinig duiven komen met de oude, heb ik dan geen uitslagen ervan kunnen binnensturen voor dicht te eindigen bij de nationale asduiven. Dat komt doordat veel mensen hier stoppen met de oude duiven van het moment dat ze met de jonge beginnen. Alleen de echte groei blijven dan nog over waar ze mee blijven spelen. Daarom schat ik de Primus heel hoog in, ondanks dat hij geen titel heeft van asduif KBDB. Een andere duif is Remco. Die is er eerder toevallig gekomen eigenlijk. Zijn vader was een zoon uit Speedy, Malt Super Lady. Die was eigenlijk al verkocht bij Pipa, maar omdat de transport naar China zo vertraging opliep, mocht ik daar nog wat kweken. Want het is in die periode dat ik Remco kweekte. Begin augustus had hij al een zeer laag coëfficiënt, over 6 prijzen. Hij was altijd vroeg, met kopwind kon ik er altijd op rekenen. Hij was op die zware vluchten altijd van mijn jonge duiven eerst thuis. Mijn vriend Dirk van den Bulk had dat jaar ook een heel goeie duif, zijn Pitcock. Toen waren er eigenlijk twee superduiven hier in ons verbond. Wij zijn alle twee wielerliefhebbers. Daarom had ik mijn duif eerst Remco genoemd en hij koos dan voor Pitcock. Uiteindelijk was Remco derde en Pitcock zesde nationaal asduif.